Bij kleinwildjagers staat de jacht op patrijzen het hoogst aangeschreven. Patrijzen zijn intelligente vogels die vaak tot het laatste moment in dekking blijven, om er dan totaal onverwacht en met een explosieve vlucht snel vandoor te gaan. De jacht voor de voet met behulp van staande honden op deze hoenders is dan ook een schitterende sport en wordt door velen aanzien als het summum van de vogeljacht. Maar er bestaat ook drijfjacht op patrijzen en dat is in niets vergelijkbaar met de jacht voor de voet. Nee, het is iets heel anders. Het is gedreven patrijs. Ruim zo mooi. Je hebt niet zo'n fysieke conditie nodig. Je staat op post. Het wild wordt netjes naar je toe gedreven. Voor die mensen die wat minder goed te voet zijn, een uitstekende oplossing om een dagje te jagen. Heel goed betaalbaar. En het is meer ontspannen. We zijn vandaag in Frankrijk op zo'n 50 kilometer beneden Parijs. We jagen in Hadoncourt-le-Haut-Clocher op het domein des Auvrais. En dat geldt als een Europese toplocatie voor de patrijzenjacht. Het is nog vroeg, maar bij het ontluiken van deze herfstdag komt de prachtige omgeving tevoorschijn. Wanneer we even later met een select gezelschap van passionele jagers aan tafel gaan, waant iedereen zich meteen God in Frankrijk. Met een blij gemoed wordt even later alles in gereedheid gebracht voor de jacht. De honden staan ril en hun baasjes worden ongeduldig. Maar de eigenaar staat erop om tijdens een briefing de jagers er attent op te maken dat jagen op patrijzen niet zonder gevaar is. Samen met zijn ervaren jachtwachter hamert hij erop om de veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Beide mannen kennen de patrijzenjacht door en door en het rendement van deze akkerbouwer komt niet alleen van wat op het land groeit, maar ook van wat er rondvliegt. Hier wordt dus aan landbouw gedaan in functie van de jacht. Correct, ja. Alle maïs is aangeplant voor de jacht. Ook de mosterdzaad tussen de maïs in. En in februari wordt deze maïs toch nog gedorsen. Hier zijn in functie van de jacht gezet. En daarmee kun je heel veel patrijzen voor de geweren krijgen. Het landelijke Picardie met zijn licht glooiende akkers is het uitverkoren biotoop van de gewone of grijze patrijs. Maar er komt hier nog een tweede soort voor. Rode patrijzen zijn vogels van een warmer klimaat en komen in Zuid-Frankrijk en Spanje in het wild voor. Net zoals in Engeland worden ze hier in Noord-Frankrijk massaal gekweekt en uitgezet voor de jacht. Voor de drijfjacht zorgen de grote kluchten grijze patrijs voor het spektakel en de rode patrijs voor het tableau. De grijze patrijs is een kluchtvogel. Die blijft in klucht en dat is zijn bescherming ook, in de klucht blijven. Rode patrijs is een solitaire vogel en dan krijg je meer vogels één per één. Maar hij is een enorm mooie jachtvogel die zich goed aanpast en leuk hoogte pakt. En dat is het mooie van de sport. Intussen worden de vooraf bepaalde plaatsen door de jagers ingenomen. Eén hoornstoot geeft aan dat de drijvers in beweging komen en de jacht wordt aangevat. Niemand mag nu nog zijn post verlaten. Tussen de jagers staan ook de pickers up en zij spelen een vooraanstaande rol tijdens deze drijfjacht. Met hun goed getrainde honden zijn zij straks verantwoordelijk voor het binnenbrengen van elk stuk gestrekt wild. Het is geduldig afwachten tot de drijvers voor de patrijzen zo'n bedreiging vormen dat deze het luchtruim kiezen en boven de geweren komen. En dan breekt eindelijk de hel los. Grijze patrijzen komen in groepen van tientallen vogels tegelijkertijd over de geweren en vliegen met een snelheid als een trein. Dit spectaculaire schouwspel duurt slechts enkele seconden en het is voor de jager zaak om er het kopje bij te houden en niet te panikeren, want dan ga je ernaast schieten. De bedoeling is natuurlijk om met zo weinig mogelijk patronen zoveel mogelijk patrijzen te strekken. Ja, binnen de 1 op 2 moet je kunnen blijven. Dus ja, dat is een sport, dat is de uitdaging ook, denk ik. En dan het mooiste ervan, van deze jacht, is het dubleren. Dubletschieten, dat is altijd het mooiste. En dat is de uitdaging. Eén vogel eruit kiezen is hiervoor de boodschap. Pas als die gestrekt is, kan men een tweede vogel op de korrel nemen en proberen om de zo begeerde doublet te schieten. Intussen komen ook de honden in actie en zien we de ene na de andere schitterende apport. De Nederlandse retrieverclub met Ton Uphoff is hier vandaag present. En zowel de honden als hun baasjes doen het voortreffelijk.
Eén voor één worden de patrijzen binnengebracht en verdwijnen ze in de weitas. De meeste grijze patrijzen hebben intussen plaatsgemaakt voor hun hoger overvliegende rode neefjes. Het is een plezier om dit totaalplaatje van ervaren schutters en dito hondenwerk voor onze neus te zien voorbijkomen. Als we even later een break houden, zijn de straffe verhalen niet uit de lucht. Jong en oud hebben het alleen maar over hun passie. En dat is patrijzen jagen. Iedereen is verrast dat na deze eerste drift al heel wat buit binnen is. Natuurlijk is dit top, maar volgens Wim is dergelijke jachtdag voor elke jager haalbaar. Iedereen kan dit, ja. Normaal gedreven dagen zijn vrij kostbaar in andere landen, omdat de organisatie nogal vrij complex is. Hier in Hadancourt, Domaine des Ouvrais, houden ze dat toch mooi binnen de prijzen. €400 voor een dag, helemaal gedreven. Met een groepje van 8 geweren waar we normaal mee werken, schieten we op zo'n dag gemakkelijk 100 patrijzen. Natuurlijk, je kunt dat ook opdrijven, dan doen we weer andere driften waar meer vogels in zitten. Bags van enkele honderden patrijzen krijg je natuurlijk alleen maar als alles mooi samenvalt. Een eerste vereiste is dat de drijvers, jagers en honden van wanten weten. En last but not least moet het weer ook meewerken. En dat is vandaag gelukkig het geval. Perfect, perfect. Dus of dat zo moet zijn. Een briesje 3-4. En als je die vogels mooi op de wind jaagt, zijn het prachtige sportvogels. Voor de volgende trek gaan we achter de jager staan. En kunnen we alleen maar bewonderend toekijken hoe hij het doet. Het valt op dat Wim alleen maar op de vogels richt die hoog en recht op hem komen aanvliegen. En zo hoort het. Zoals in de boekjes neemt hij zijn vogel op de korrel en pas als die gestrekt is, wordt op een andere vogel gericht. Zo gaat het nog een tijdje door. En als we voor de lunchpauze even samenkomen, blijken de aantallen geschoten patrijzen al behoorlijk spectaculair. Wim wijst er ons op dat dergelijke jacht op uitgezet wild in niets overeenkomt met de jacht zoals wij in Nederland of in Vlaanderen kennen. Absoluut, ja. Kijk, zoals we zeggen, Nederland en Vlaanderen mag niet veel meer. Mensen willen toch gaan jagen, dus ze komen naar het buitenland. Frankrijk is goed aan te rijden, is een gezellig land, de meesten weten dat ook. De permits is makkelijk aan te vragen. Alles erop en eraan is Frankrijk een gewild jachtland voor ons. Nederland is geheel verboden, Vlaanderen mag het nog een beetje. Maar daar zijn de percelen maar eens te groot om het echt mooi over de geweren te krijgen. Gelukkig hebben we Frankrijk. Ongetwijfeld heeft Wim hier een punt. Een jachttrip naar Frankrijk is dan ook bij Vlamingen en Nederlanders erg populair. Feit is dat dergelijk georganiseerde commerciële jacht een volkomen wettelijk gebeuren is en dat het jagen zelf zeer wijdelijk gebeurt. Daarboven worden de vogels niet alleen voor de sport geschoten. Patrijzen zijn namelijk een zeer fijn stukje wildbraad en dat is in een land als Frankrijk best een heel groot motief voor de drijfjacht op patrijs. De mensen krijgen ook de patrijs mee als wildgift. Dus ze kunnen thuiskomen, ze kunnen ook laten zien dat ze wezen jagen hebben. En ze kunnen nog een mooie zondag daarna genieten van een stukje wildbraad. En dat? Dat was een heel goede raad. Merci, monsieur le chasseur. Ja.